Amsterdam waren er feesten georganiseerd speciaal voor jongeren die nog niet mochten drinken. Nou ja, daar ging ik dan met vrienden heen. Toen ik 14 was, die fietstochten waren dan vaak al heel leuk. Want dan ga je een beetje gewoon van, oh ja, ik ga deze keer met 15 meisjes zoenen. Dat is dan best wel een leuke voorpret. Ik had wel het idee dat het wel belangrijk was om te horen bij de soort van, ja, populaire groep mensen. De jongens met de grootste bek in de klas, dat soort dingen. Had ook wel het idee dat ik daar misschien niet helemaal bij paste. Zo'n clubavond was er heel erg op gericht om met zoveel mogelijk mensen te zoenen. Je ging niet eerst met iemand praten. Je ging gewoon met iemand schuren. En dan als dat schuren goed ging na een tijdje, en dan ging je nog zoenen. En dan liep je weer weg. Ik wist helemaal niet zo goed wat ik met opgewondenheid moest doen. Ik had nooit een vriendinnetje gehad. Ik masturbeerde ook nog helemaal niet. En ik weet ook nog wel heel goed dat, als het heel leuk was geweest, je achteraf na het zoenen of na het schuren ook wel voorvocht in je onderbroek voelde. En dat vond ik dan wel prettig of zo. Toen vertelde een jongen, dat was wel de leider van ons groepje, dat hij net iemand had gevingerd. Oh, wat cool. Maar dat ik heel erg gefascineerd was dat blijkbaar kon. Er was één grote verbazing over wat allemaal eigenlijk blijkbaar normaal was. En toen dacht ik van, nou, ik zou dit ook wel eens willen proberen. Ik ben toen net een meisje gaan schuren. En ik had toen mijn handen op haar heupen. Toen dacht ik van, ja, we hebben nog geen woord gewisseld. Ik weet niet eens of zij weet hoe ik eruit zie. Maar ik durfde haar ook niet te gaan vragen, hey, mag ik je vingeren? Dat leek me gewoon zo niet sexy dat het me eigenlijk ongepast leek om dat nou te gaan vragen. Dus dacht, wat ik dan maar het best kan doen is gewoon heel, heel langzaam me daar naartoe bewegen. En zij zou ook wel doorhebben wat ik dan aan het doen ben. En als zij dat niet leuk vindt, dan haalt ze mijn hand wel weg of zo. Dus ik heb, ja, zo langzaam als mijn hand het me toeliet, een beetje dan en had naar haar kruis gebracht. Zij danste gewoon verder, terwijl ik dat deed. En ik weet nog wel heel goed dat ik verbaasd was hoe ver je naar beneden moest gaan voordat je ook daadwerkelijk bij de vagina was. En toen heb ik daar, ja, ik weet niet, een paar keer een beetje mijn vinger ingestoken of zo. Dus ik heb niet eens het idee dat dat nou echt ook een heel erotische handeling was. Het was vooral een heel spannende handeling. En dan had ik dat gedaan of zo. Dan hoorde ik er misschien ook bij. Maar ik vond het natuurlijk zelf ook echt wel opwindend. Maar ik had geen idee wat ik wel of niet zou moeten doen om het voor haar opwindend te maken. En toen haalde ik hem weer uit. En toen ging ik weer even doordansen. En toen daarna wilde ik haar omdraaien om met haar te gaan zoenen. Dat deed ik toen. En toen week ze uit met haar hoofd. Ik dacht gewoon van, oké, dan wil ze niet met me zoenen, goed. Dan moet ik ook misschien maar verder met rust laten. En toen ben ik weggelopen. Toen heb ik nog een tijdje misschien met andere mensen gedanst. En toen zag ik haar weer, zag ik haar zitten en ik zag dat ze aan het huilen was. Ik dacht, hè, wat zielig, laat ik even naar haar toe gaan en vragen wat er met haar aan de hand is. Toen liep ik naar haar toe en toen kwam er een heel gespierde vriend van haar die op mij afliep en die zei, hey gozer, jij gaat nu dit feest verlaten en je gaat zeker niet naar haar toe. Toen werd mij wel duidelijk dat ik haar had gevingerd terwijl ze dat helemaal niet zou willen. Ik moest weten hoe dit gebeurd was, hoe het zo verkeerd had kunnen gaan. En ik wilde haar gewoon begrijpen. Ik wilde ook zo graag met haar praten, maar ik had gewoon echt geen idee wie het was. Ik kan me alleen herinneren dat zij blond haar had. En toen ben ik dingen gaan opzoeken op internet. Ik weet nog heel erg goed dat ik op een moment op een forum had gevonden dat soms meisjes bevriezen van angst. Dat je het maar beter even over je heen kan laten gaan, zodat je er van af bent. Een beetje
zoals een hert op de weg je aanstaart naar je koplampen en niks doet. En dat heb je ook eigenlijk bij mensen, dat je gewoon bevriest. Toen drong nog wel extra door hoe ernstig het misschien wel was. Dat is ook het laatste feest geweest dat ik naar dat soort dingen ging. Daarna ben ik er mee gestopt. Nou, ik denk dat het zeker 2 jaar heeft geduurd dat ik toen een beetje uit mijn schulp heb kunnen kruipen, doordat een meisje mij leuk vindt. Dan was voor mij heel duidelijk, dan zal die persoon het wel willen. Vanuit mezelf durfde ik gewoon niet echt meer een soort initiatief te nemen. Ik weet niet, ik had gewoon heel erg sterk het idee dat het gewoon niet meer kon of zo. Wil je meer lokkers zien? Ga dan naar human.nl/delokker of naar Drielab op YouTube.